en ik ben klaar om deze video te beginnen. Dag mensen. Ja mensen, we zijn inmiddels al in het jaar 2014. En nu wil ik dus uitleggen waarover deze video zal gaan, maar dat lukt me niet. Het is mij opgevallen dat iedereen wel verslaafd is aan iets. Er leven op dit moment ongeveer 7 miljard mensen. Het zal wel ietsje hoger zijn dan 7 miljard. Maar er leven ongeveer 7 miljard mensen op de wereld. Dag mensen. En omdat al deze mensen ook een verslaving zullen hebben, ga ik het met jullie hebben over de meest voorkomende verslavingen in de wereld. Ik hoop dat jullie het leuk zullen vinden. Laat zeker al een blauw duimpje omhoog. En ja, dan zie ik jullie terug na de reclame. Bye! Ha! De eerste en meest voorkomende verslaving die je hoort is gamen. Oké, dit is kruisje. Dit is vierkantje. Driehoekje. Waarom schieten die op mij? Doe dat niet! Hey! Ja zeg, nu ben ik dood. En als ik nu op kruisje druk... Oh, die springt man! What the fuck? Vet. Kast. En als ik nu op bolletje druk, waarom gaat die liggen? Hé, hey, sta eens op. Die staat niet op. Sta op! Hé, hey, stommerik! En dan heb je ook nog eens mensen die verslaafd zijn aan slapen. Er zijn ook mensen verslaafd aan drugs. Ah, het zit in mijn neus. Het zit in mijn neus. Oké, mensen, dit is dus geen aanrader. Doe nooit poedersuiker in je gezicht. Ah, dat zit in mijn neus. Nu ligt hier dus overal poedersuiker. Hoe zou dat nu komen, zeg? Dat is toch raar? Hier ligt gewoon poedersuiker. Man, vind jij dat niet raar? Waarom zit er een insect op mijn raam? Hé, ga daar eens af. Kom. Die luistert niet. Hallo, jong. En dan heb je ook de mensen die verslaafd zijn aan de natuur. Klinkt onlogisch, maar je zal het wel begrijpen. En dan heb je ook mensen als mij die niet kunnen zwijgen en die gewoon verslaafd zijn aan praten. Oké, ik zit hier nog aan staan te praten, want ik moet duidelijk maken dat mijn verslaving praten is. Maar eigenlijk is mijn verslaving niet praten, want ik zit dat gewoon voor de grap te zeggen, want eigenlijk is dat niet waar. Want eigenlijk kan ik helemaal niet zo snel praten, want het is echt super moeilijk voor mijn mond en mijn mond is zo snel vermoeid en... En dan is er ook een groep mensen waar ik dus totaal niet bij hoor. Nee. Die verslaafd zijn aan selfies. Er zijn ook mensen die verslaafd zijn aan koffie. Oké, eigenlijk lust ik dus totaal geen koffie, hè. Dus verwacht ook niet dat ik nu koffie zit te drinken. Nee, jammer dan. Zie je? Leeg. Totaal leeg. Eww. Er zijn ook mensen die verslaafd zijn aan lezen. Waarom zou ik zitten te lezen? Ik ben een echte man. Echte mannen die lezen toch niet? Kijk, ik heb toch geen boek vast? De weefout in onze sterren. En er zijn ook van die mensen die verslaafd zijn aan WhatsApp. En niet een beetje. Allee, ga toch eens iets nuttigs doen met uw leven in plaats van gans op WhatsApp te zitten. Dommerik. Laatst gezien vandaag om 16:30 uur. Ik heb toch een bericht gestuurd om 12:20 uur.
Waarom antwoord je niet? Oké, dit gaat erover. Je bent online, maar je antwoordt mij niet eens. Stomme negeerder. Als je me blijft negeren, dan ga ik niet meer sturen met u, hè. Ik zeg u, ik stuur niet meer. Wanneer gaat hij nu antwoorden? Zit hij mij nu serieus te negeren of wat? Oké, hier kan ik het niet bij laten. Hier kan ik niet tegen. Negeer mij niet. Uitroepteken. Boze emoji. Eindelijk. Sorry, ik had het bericht niet gelezen. Ja, hoe kan dat, jongen? Je wacht zo vaak online. Waarom de geer die negeert mij? Dat is echt niet leuk. Dus mensen, dat waren de verslavingen. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. En als jullie het leuk vonden, laat dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren hier beneden. En ja, dan zie ik jullie terug in mijn volgende video. Dag mensen. Heb ik nog poedersuiker op mijn gezicht?